Hasselt is een stad in rouw na het tragisch overlijden van Steve Stevaart. In het stadhuis ligt sinds 8 uur vanmorgen een rouwregister. Vele gewone Hasselaren schuiven aan om het te komen tekenen. Ook de top van zijn partij, de SPA, was er vanmorgen al vroeg bij om afscheid te komen nemen van hun kameraad en gewezen partijvoorzitter. Het stadhuis bleef de hele dag open en ook tijdens het paasweekend kan het rouwregister doorlopend getekend worden. Verslagenheid troef bij de kopstukken van de SPA. Ze vonden het hun plicht om er vanmorgen al vroeg bij te zijn om als een van de eerste het rouwregister te tekenen in het stadhuis van Hasselt. Als eerbetoon aan de zo onverwacht overleden Steve Stevaart. Het was vanmorgen dan ook ruw ontwaken. Ik denk de echte schok en de realiteit dat Steve definitief er niet meer is, dat nu pas te goed doordringt. Ik moet zelf toegeven. Ik heb maar 2 uurtjes geslapen en als ik mijn ogen opendeed om 4:30, dat was het eerste dat door mijn hoofd ging. Het is definitief, Steve komt nooit meer terug. Ja, het is echt onwezenlijk. Ik herinner me de dag dat ik Steve leerde kennen. Dat was op de dag dat Herman Reinders mij ook vroeg om op de lijst te staan in Hasselt. Dat klikte meteen. We hadden dezelfde creatieve geest rond een aantal projecten. En hij heeft mij vanaf de eerste dag, zelfs tot afgelopen weekend, nog blijven sturen, richting geven, advies geven. En hij was vooral bezig met de anderen. En het valt vooral op hoe dat wij... zelden gevraagd hebben hoe het met hem ging. En dat valt nu wel heel zwaar, ja. Steve was God, heel even toch. Een machtspoliticus met een menselijke kant in de harde wereld die de politiek is. Iemand die alleen maar gevoelspoliticus is, gaat niks bereiken. Iemand die alleen maar machtspoliticus is, is cynisch. Je moet de twee kunnen combineren, dat deed hij op een unieke manier. Was Steve Stevaart te gevoelig dan voor die harde politiek? Zoals de politiek deze dagen en de media deze dagen werken, denk ik dat iedere normale mens daar eigenlijk te gevoelig voor is. Op de trap heeft een anonieme burger een bloem neergelegd. Verslagenheid, zelfs woede ook bij de gewone Hasselaren, die op deze manier afscheid moeten nemen van hun burgemeester, hun Steve. Dat is Hasselaar, zeg je. Dat verpleegt aan hem, hè. Tristig wat er gebeurd is, maar ja. Ja, kijk er wel naar op. Toffe man, altijd vriendelijk, met de fiets door de stad uit. Dus ja, heeft Hasselt op de kaart gezet uiteindelijk, zo'n beetje. Dus respect voor die man. Dat is niet alleen de man van de gratis bussen, dat is ook de man die de ring en de kleine ring nieuw vorm heeft gegeven. Dat is de man die Hasselt een identiteit heeft gegeven en ik denk dat we daar respect voor moeten tonen. Men had beter moeten nadenken en hem niet zo... Ik weet het niet wat ze met Steve van plan waren, maar ze hebben hem achtervolgd de laatste jaren. Waarom? Ik weet het niet. Ik heb daar geen woorden voor. Ik denk dat we echt alles moeten doen om eer te brengen aan die grote burgemeester die hij toch wel is geweest. We hebben dat in eerste instantie gedaan door het halfstok hangen van al de vlaggen in Hasselt. Een rouwregister dat nu geopend is. Iedereen is van harte welkom hier in het oude stadhuis op het Groenplein om dat te komen tekenen. Maar wat we verder kunnen doen, ja, daar willen we toch eventjes eerst contact nemen met de familie. Rekening houden met datgene dat zij willen. En in functie daarvan gaan we kijken om toch nog verdere initiatieven te nemen om ieder mogelijk respect dat we kunnen betuigen, om dat effectief ook te doen. Ja, en zo pas vlak voor de start van deze uitzending hebben we vernomen dat er een crematie komt en dat op dinsdag 7 april in intieme kring. Bij me hier zit Armand Schreurs, Hasselaar op de eerste plaats, maar we mogen u ook een vriend noemen van Steve Stevaart, denk ja, ik. Ja, wij hebben elkaar 38 jaar gekend, dat telt toch al. Hè? Ja, maar toch was het contact de laatste tijd verwaterd, was daar een reden voor? Kijk, door dat verhaal van die chantage, van die... Brusselse dames, zal ik maar zeggen, meet hij mensen uit de media. Dus er was niet bepaald een conflict of zo, maar hij zocht het gezelschap van ons mediamensen niet meer op de laatste 3 jaar. Dus als we elkaar zagen, was het eerder toevallig. Ja. Nu, hij was een volksmens. Hè. Hij stond ook heel dicht bij de gewone man. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen, dat hij zo dicht stond bij de gewone man in de straat? Omdat hij natuurlijk veel levenservaring heeft opgebouwd door zijn beginperiode in de cafés. Hè. Hij leerde daar wat het was om in 1 of 2 zinnen een bepaald standpunt te moeten uitleggen aan mensen. Hij heeft mij altijd gezegd, aan de toog heb ik het vak geleerd. En ik denk dat ook. Daar heeft men niet, dat is niet de plek voor lange discussies. Daar moet het eigenlijk kernachtig worden verwoord. En dat was eigenlijk wel een specialiteit van hem.
En dan op een gegeven moment liep het eigenlijk compleet uit de hand met Steve Stevaart. De kranten kopten in 2003, Steve is God. Vanwaar die bijna goddelijke status? Ja, omdat hij een aantal nieuwe ideeën had ingevoerd die in Hasselt aansloegen. Hè. De gratis busvervoer was daarvan het bekendste. En dan maakte hij verder de stap, werd hij minister, werd hij partijvoorzitter en heeft hij eigenlijk de ideeën kunnen verder uitdragen die in Hasselt gegroeid waren. En dat was in feite nooit vertoond. Hè. Hij was in feite een verkoper van zijn ideeën die daar ook bovendien ook nog eens de macht had om ze uit te voeren. Ja, maar handjes schudden, de hand opsteken naar iedereen in de binnenstad, daar genoot hij van, die aandacht. Ja, maar hij was daar ook zeer lijpen op een grappige manier. Hij fietste door de stad, dat wil zeggen, dus hij kon iedereen de hand opsteken en doorfietsen. Hij moest niet stoppen voor iedereen. Stel dat hij voetganger was geweest, dan was dat niet te doen geweest. Hij heeft mij altijd gezegd dat dat een van zijn lepe trucjes was. Ja. Maar daardoor was hij natuurlijk grenzeloos populair. Maar het begon toch met de ideeën die hij in Hasselt liet ontstaan en die dus ook nadien op Vlaams niveau een vervolg hebben gehad. Ja, we praten zo dadelijk door.